Café de Douanier in Meerle, op de grens van Nederland en België, was vandaag voor één dag apotheek. Ongeveer 300 Belgen kwamen daar medicijn shoppen. Sommige medicijnen zijn in België minstens 5 keer duurder dan in Nederland. In ons land wordt een systeem toegepast waarbij een aantal aanbieders een prijs-kwaliteitsbod doet. Alleen het medicijn met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt vergoed. In België moet er nu ook zo'n systeem worden ingevoerd. Zo vindt initiatiefnemer en huisarts Dirk van Duppen. De overheid kan dat ook doen. Wat de Nederlandse particuliere zorgverzekeraars doen om een gemeenschappelijke koopkracht van hun cliënten te gebruiken om de beste prijzen voor geneesmiddelen te bedingen, dat kan de Belgische overheid ook. En men noemt dat het Kiwi-model, want al 10 jaar lang wordt dat in Nieuw-Zeeland toegepast. Maar men heeft me altijd gezegd, Nieuw-Zeeland, dat ligt aan de andere kant van de wereld, dat is een eiland, dat ligt niet in Europa, dat is in België niet haalbaar. Nederland bewijst dat het wel haalbaar is.